De nieuwjaarsduik 2009, dit jaar voor de derde keer. Hoeveel duikers zijn er nu? We hebben dit jaar erg veel deelnemers. We gaan vandaag met z'n 16 het water in. Is het water niet veel te koud? Het zal lekker fris zijn. Ik heb het net opgemeten met een thermometer. Het was 0 graden, dus koud. Ja, absoluut. Zijn er speciale voorbereidingen getroffen? Ja, dit jaar zeker omdat er zoveel deelnemers zijn, hebben we ook gezorgd voor een EHBO-ploeg die aanwezig is. Voor de deelnemers en vooral ook voor de bezoekers die komen kijken. En omdat het zo koud is, hebben we ook wel rekening gehouden met een warming-up dit jaar. Jullie doen dit voor de Clinic Clowns. Hoeveel geld is er tot nu toe opgehaald? Ja, inmiddels, maar het is een beetje schatten, zitten we al op de 5400 euro. En we verwachten dat daar de komende dagen nog wel wat bij komt. Dat was ooit ons doel wel een beetje om het steeds groter te laten worden. En ja, dat gebeurt nu. Willen jullie nog iets zeggen of mensen bedanken? Nou, er zijn een heleboel mensen die we kunnen bedanken. Vooral de EHBO en het Kano-centrum Anton Berg, wat elk jaar heel erg gastvrij is. En vooral alle particuliere sponsors natuurlijk. Ja. Maar ook de bedrijven, uiteraard. Ja. Nou, heel veel succes en sterkte zometeen. Ja. Dank u wel. Dank u wel. We kunnen het! Vandaag gaan ze springen voor de Clinic Clowns. Wat vindt u daarvan? Ja, schitterend initiatief. Ik heb begrepen dat ze in 2007 zijn ze met 2 man begonnen te springen. Vorig jaar met 3 man en nu met 16 man. Het is echt ongelooflijk initiatief van twee jongens die helemaal enthousiast zijn. Dus een hoop geld komt er binnen voor de Clinic Clowns. Ja, ik heb de afgelopen weken de stand op de site bij kunnen houden. En ja, het staat nu al gehoopt op 4800 euro. En dat, voor met 16 man springen, schitterend. Er wordt nog meer gesprongen in Nederland, ook voor de Clinic Clowns dat u weet? Nee, niet dat ik weet. Nee. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren vandaag? Ja, we hebben als verrassing toch 3 clowns kunnen uitnodigen. Onze eigen clowns, ja, en die gaan toch dat toch een leuke act van maken, ook met de springers. Dus misschien dat een van de clowns ook nog mee gaat springen. En ja, dat zou gewoon geweldig zijn. Fijn, dank u wel.
Nee, het was heel koud, maar ja, je doet het gewoon. Had je al eerder een keer gesprongen ergens anders? Ja. In Scheveningen heb ik het een keer gedaan, ja. En is dit leuker of niet? Ja, weet je, je kent hier veel meer mensen, dus het is zo leuk om met z'n allen te doen. En ook het doel, hè, waarvoor je het doet, dan, ja, super. Nou, gaan we gauw douchen. Ja. Dag meneer, viel het mee? Ja, mee, ja. Het is wel koud, het is niet zo dat je rondjes gaat zwemmen, maar het doet me heel erg mee. Maar ik denk niet dat ik volgend jaar weer ga. Dank u. Interview. Hallo. Hij heeft het gedaan, onze Flip. Ja. Van de villa. Villa Nurse geworden van de Clinic Lounge. Ja. En dit is onze stoere zeebonk. Ja, en die is de zo in gesprongen. Dat is Dickie. Ja. En ik ben Peer. Ik heb ook geholpen. Ja. En ik had ook wel gedurfd, maar ik had mijn zwem ook niet bij. Ja, en ik wilde ook erin, maar ik ben plots verkouden geworden. Dus ja. Volgend jaar gaat Dickie. Ja. En dan neem ik wel zijn zwemboek mee. Ja, of Tino. Ja. Mooi niet. Hoe vond je het, Flip? Ja, veel ruizen bij. Ja, ik was nog heel eventjes, dacht ik van, weet je, ik ga nog even een paar baantjes even trekken, want veel reuzen mee. Dat is echt, stel er echt geen moe voor, hoor. Nee. Echt waar, geen einde sleutelmodel stellen voor, hoor. Maar je hebt gevaren, Flip. Op alle wereldzeeën. Zeemannetje. IJszee. Was je IJszee? Ja, de IJssel overal geweest. Op haaien gevist. Ja. Barentszee. Ja.